Hey, dit is Kat met weer een Instagram live. Want ik heb me voorgenomen om elke dag live te gaan op Insta. Waarom? Om online zichtbaar te zijn. Waarom? Omdat ik het spannend vind. Waarom? Omdat ik het lastig vind om iets lange tijd vol te houden. Me voor te nemen om iets te doen en het ook daadwerkelijk te doen. Dat is een challenge voor mij. En dus kan ik zeggen van nou, ik ga het één keer in de week doen. Ik doe het alleen als ik zin heb. Nou, bij mij werkt het niet. Het is gewoon all in or all out. En dus elke dag live. Onder andere geïnspireerd door juf Mariska. @juf Mariska op Instagram. Die dat ook doet. Met allemaal toffe tips komt. Ik ga, mijn intentie is om het gewoon te delen. Wat er is op dat moment, wat ik eventueel over heb om uit te delen. Kennis, ervaring, inzichten, verhalen, kan alles zijn. En ik bied het aan en jij mag ermee doen wat je wil. Als je denkt, hey, dat vind ik tof, daar kan ik wat mee. Nou, neem het mee. En als je denkt, boeien, I don't care, it's all good. Dus dat. En vandaag wilde ik het eens hebben over de happy list. En dat is een dingetje waar ik zelf heel erg fan van ben. Wat ik al best wel lang hanteer. En wat mij heel goed helpt in lastige tijden of momenten dat ik het even niet weet. Of dat ik even een beetje laag in mijn energie zit. Dan heb ik dus mijn happy list. En daar kan ik altijd naar terug. En de happy list die staat in mijn journal. Ik heb heel verschrikkelijk veel journals. Ik journal al sinds ik 14 ben of zo. Met tussenposes. Maar ik schrijf vrij veel in mijn dagboek of hoe je het ook wil noemen. Hey Danielle, gezellig. En journalen dat is een goede manier om gewoon dingen even op een rijtje te krijgen. Dus dat is tip 1. Schrijf je gedachten op in een journal. En wat ik dus ook altijd doe, is dingen in mijn journal schrijven waar ik mee zit of waar ik over moet nadenken. En daar ga ik dan ook over nadenken. Maar ik zet er ook de dingen in waar ik direct energie van krijg en waar ik blij van word. En een van die dingen is dus de happy list. En de happy list, die is eigenlijk geïnspireerd op het idee do more of what makes you happy. Als iets gewoon lekker voor je werkt, als je er energie van krijgt, als je er blij van wordt, dan moet je er gewoon heel veel meer van doen, zodat er minder ruimte is voor chagrijnigheid, bullshit, negatieve energie, alles eigenlijk wat je niet verder helpt. Piekeren, uitstelgedrag, you name it. En de happy list, die kan je zelf zo maken als je zelf wil. Dat is natuurlijk ook het toffe ervan. Daar hou ik ook van, dat je lekker zelf onder controle hebt. En ik zou iedereen die soms moeite heeft met zijn energielevel of last heeft om zichzelf te motiveren voor dingen, of die wat blijheid in zijn leven kan gebruiken, aanraden om een happy list te maken. En ik heb wel eens mensen gesproken die zeiden, ik kan niks opschrijven. Ik kan niet eens 3 dingen bedenken waar ik blij van word. Nou, dan moet je zeker een happy list gaan aanleggen. Want dan heb je het in ieder geval op papier staan. Op het moment dat je inspiratie hebt, schrijf er iets op. En op het moment dat je zonder inspiratie zit, kijk je gewoon even op je lijst. En dan denk je, dit zou ik wel eens even kunnen gaan doen. Nou, ter inspiratie heb ik dus. Nou ja, ik heb een hele lange lijst. Het is, hoeveel pagina's is het? Ja, ik hou van happy, dus hey, gezellig dat je er bent, Janine. Ik ga met jullie delen mijn beste tip om meer energie te krijgen. En dat is de happy list. En wat ik bijvoorbeeld op mijn happy list heb staan, dat gaat op dit moment niet zo heel lekker lukken, maar voeten in het zand, daar word ik heel blij van. Sommige mensen haten het, ik vind het heerlijk. Strand wandelen, de zee zien, buiten zijn in het algemeen. Mezelf omringen met groen. Dus ik heb hier ook bijvoorbeeld heel veel planten in mijn huis. Want daar word ik gewoon heel erg happy van. Zingen. Ik kan het niet, maar ik vind het wel heel leuk om te doen. Dansen.
Ik heb bijna de hele dag mijn koptelefoon, Bose noise cancelling headphones, op. En meestal zonder geluid, omdat het gewoon lekker is om gewoon stilte te hebben. Maar ook in mijn bewuste breaks die ik hou tussen mijn werk door, met lekkere muziek. En dan doe ik lekker een dansje. En I don't care dat ik niet kan dansen. En ik heb hier allemaal om mij heen worden allemaal gebouwen gebouwd. En er staan allemaal werkmannen, die kunnen mij dan zien. Nou, boeien. I don't care. Als ik maar fun heb, dan is het goed. Wat ook op mijn happy list staat, is mediteren. Als ik niet mediteer 's ochtends, dan is toch mijn dag een beetje mislukt. En al doe je het maar 2 minuten. Ja, het kan heel je mind goed neerzetten voor de rest van de dag. Dus ja, ik zou het altijd doen. En mediteren kan je heel breed zien. Hè? Je kan ook gewoon heel even voor je uit gaan zitten staren vanaf de bank. Dat is ook mediteren voor mij. Of niet gedachteloos te zijn. Dat is wel tof, maar ja, ik mediteer al, weet ik veel, super lang. En mij lukt dat ook niet altijd. Wat ook op mijn happy list staat, zijn nieuwe plekken ontdekken. Nieuwe tentjes, nieuwe steden, nieuwe straatjes. Ik neem altijd andere routes dan de standaardroute. Als ik kan, pak ik altijd een omweg. Want dan kan je veel leukere dingen ontdekken. En dan voel je alsof je op reis bent. En dat vind ik leuk. Nieuwe mensen leren kennen vind ik ook altijd heel tof. Dat is ook de reden waarom ik elke donderdagochtend vanaf nu om 10:00 's ochtends gratis goudzoeksessie doe. Waarin je, waarvoor je kan aanmelden via de link in de bio. En dan kan je met mij gezellige sparren, kletsen over je online zichtbaarheid, over je verhaal. Whatever wat jij leuk vindt. Ik krijg daar heel veel energie van om andere mensen te helpen. En andere mensen krijgen misschien energie van en nieuwe ideeën. Win-win. Dus, staat ook op de happy list. Ik vind het heel tof om verhalen te horen van mensen over, over hun passie, over hun business, over geluk, over rijkdom. Dus daarom heb ik ook een podcast, interview ik mensen over wat hun rijk maakt. Ja, dat zijn hele toffe gesprekken altijd. Ik ben elke keer weer verrast over wat gaaf mensen er allemaal zijn in de wereld en wat voor toffe dingen ze allemaal delen. Dus het is echt heel erg leuk om te doen. Die podcast kan je ook vinden via de link in de bio. En laat je inspireren. En als je een keer mee wil doen in de podcast, let me know. Altijd tof. Wat ook op mijn happy list staat, is mijn intuïtie volgen. Schrijven, boeken luisteren, thee drinken. Ik ben heel gek op het geluid van klankschalen. Dus dat is ook iets bijvoorbeeld waar ik, dat staat ook op mijn happy list. Daar word ik ook blij van. Ik vind het heel erg tof om eten te eten wat met liefde klaargemaakt is. Dus ik kan natuurlijk gewoon een boterham eten met de lunch. Maar ik maak er dan een soort van gebakje van met lekkere kruiden erop. Of met een takje groen ernaast. Of van die dingen. Dus niet gewoon zomaar eten. Maar gewoon even daar een soort van moment van maken. Een feestje van maken. Dat staat op mijn happy list. Fotograferen staat op mijn happy list. Ik fotografeer bijna elke dag wel. Vind ik ook leuk om te kijken. Hoe je de gewone dingen wat bijzonderder kan maken. En bijvoorbeeld door te fotograferen kijk je vaak op een andere manier naar dingen. En dat vind ik dus heel tof. En hey Nathalie. Dan kijk je hem gewoon nog een keertje terug. Ik vertel over de happy list. Dat is een tip van mij. Om een lijst te maken met allemaal dingen waar je energie van krijgt. Dus ter inspiratie lees ik even de dingen voor die op mijn lijst staan. Het is nogal een lange lijst, dus ik snap dat je weg moet. Ik spreek je vast binnenkort wel weer. Wat ik ook tof vind is masterminds. Met ondernemers sparren over je business, over dingen waar je tegenaan loopt. Dat is ook een dingetje wat op mijn happy list staat. Want dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En ik vind het heel erg leuk om te lachen. Ik hou van humor. Dus dat moet ook op de happy list. En echt voelen. Dat staat er ook op. Dus ook als het dingen zeg maar pijnlijk zijn. Dat je gewoon even lekker de ogen uit je kop jankt. Dat staat ook op mijn happy list. Dat is misschien een beetje raar. Maar in een moment zelf is het misschien irritant. Maar als je dan
uitgejankt ben, dan is het lekker. Dan ben je opgelucht en dan denk je, ha, dat is eruit. Nou, over dat is eruit. Een diepe zucht, dat is ook iets wat op mijn happy list staat. Dat is een ding waar ik heel blij van word. Af en toe gewoon even heel diep zuchten. Gewoon in je uppie en niet met mensen erbij, dat hoeft helemaal niet. Niksen, dat staat er ook op mijn happy list. Dat vinden heel veel mensen heel moeilijk, ik niet. Ik versta die kunst uitstekend. Gewoon op de bank zitten en een beetje voor me uitstaren of aan de waterkant zitten, een beetje naar de bootjes kijken en gewoon eventjes helemaal niks doen. Heerlijk. Maar goed, die lijst van mij is dus echt super lang. En ik kan nog een uur daarover doorgaan, maar ik heb besloten dat mijn Instagram lives niet super lang gaan zijn en ook niet heel veel van jouw tijd moeten gaan vragen, want dan ga je niet kijken. Dat is jammer. Niks rules, Helle. Ja, volgens mij kan jij het ook. Het is zo lekker. Ja, weet je, maar ik heb deze Instagram live vooral gestart, ook om te inspireren. En ik ben dus heel erg nieuwsgierig naar, als jij een happy list hebt, wat staat er dan op? En als je hem nog niet hebt, wat zou jij op jouw happy list zetten? Wat zijn dingen waar jij gewoon instant energie van krijgt? Waarvan jij gewoon, als jij dat doet, ja, dan is het gewoon even helemaal lekker en dan gaat het gewoon goed. En als jij in een dipje zit en je hebt gewoon die happy list, dan kan je gewoon anytime, kan je gewoon even kijken. Hey, wat zou ik nu kunnen gaan doen van deze dingen op mijn lijst, zodat ik me gewoon weer lekker ga voelen. En ja, dat is een beetje het idee. En ja, voor mij werkt als een trein. Ik bedoel, iedereen is anders natuurlijk, dus lekker doen waar je zin in hebt. Maar ja, je kan alles op die lijst zetten. En dat geeft het ook zoveel power. Dus, nou, dat is wat ik even met jullie wilde delen vandaag. En morgen weer iets anders. Stuur me gerust een DM'tje als je een idee hebt waar ik over ik het even zou moeten hebben. Of waarvan je het leuk zou vinden dat ik daar iets over zou vertellen. En dan ga ik mijn best doen om dat te doen. Hey, leuk Janine. Ik ben heel benieuwd naar jouw lijst. Ik hoop dat je hem ook gaat delen dan. Dat zou ik tof vinden. Gisteren ben ik gestart met de dinsdag Dice Reality Riff. Dat is met de 12-zijdige dobbelsteen. En dan ga ik een oog gooien. En elk oog correspondeert met een thema. Daar ga ik ook mee verder. Dus dat ga ik elke dinsdag doen. En misschien ga ik er nog iets anders mee doen. Dus I will keep you posted. Ik kom elke dag eventjes live op Insta. Omdat ik dat fucking spannend vind. En dus dacht, nou, dat moet je dan dus gewoon even doen. En voor je het weet, komt dat ook op mijn happy list te staan. Maar voor nu is het toch gewoon even een beetje spannend. Maar ja, daar moet je dan even doorheen. En dan, alles went uiteindelijk. Dus, heel tof dat jullie gekeken hebben. Dankjewel. En tot de volgende keer. En een super fijne dag. En succes met de happy list. Ciao.